We beginnen even met uw welvinden met het laatste nieuws van gisteravond. Een kantoorpand nabij Sloterdijk, onder vuur genomen met een anti-tankwapen. Kantoorpand ook waar het tijdschrift Panorama zetelt, de redactie daarvan, die veel schrijft over de georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Laten we even kijken eerst naar de beelden en een reactie van de hoofdredacteur Peter van der Kraats. Als we kijken naar de schade buiten, is het natuurlijk vanaf een bepaalde plek doelbewust op de hoek afgeschoten waar jullie redactie zit. Ja. Hoe kijk jij daarnaar als je die schade zo van buiten ziet? Het is even schrikken, want het is wel een serieus iets. Het is niet, zeg maar, ze hebben niet met een pijl geschoten of zo. Het is echt een serieuze aanslag. De politie heeft ons laten zien waar het afgeschoten is, omdat de luchtdruk daar zo groot was dat de ruit waar ze stonden, daarachter, is ook gesneuveld van het pand hier aan de overkant. Ja. Dus ze weten waar ze gestaan hebben en de buis waar ze mee geschoten hebben ligt er ook nog. Dus het is wel degelijk een serieus iets. Ja, het is niet een klein dingetje. Nee, want je ziet ook inderdaad. Vanaf buiten kun je ook zien dat de koffer van de Panorama hangt ook aan de muur. Dat hebben de daders waarschijnlijk dan ook gezien. Ja, ik denk het, want voor de rest hangen er bij ons geen vlaggen. En dan nogmaals, zitten een aantal bladen, een stuk of 7 zitten er bij of 8. Dus ze wisten niet waar we zaten, maar waarschijnlijk hebben ze dat gezien. De kans dat ze ons moesten hebben is aannemelijk, zeg maar. Ja, meneer Van der Kraats noemt het een serieuze aanslag. En ik denk dat u er ook wel zo over denkt. Ja, en dat is dus heel ernstig. Want alles wat met bescherming van de pers te maken heeft, staat hoog, hoog op de prioriteit uiteraard. Ik ben overigens heel blij dat, het zegt iets weer over de Amsterdamse politie en Amsterdamse recherche, dat vanochtend om 6 uur al iemand is gearresteerd. Er is dus een verdachte. Nou, dat moet nu verder, daar kan ik verder niet veel over zeggen. Maar 41-jarige man uit Woerden. President van een motorbende. Ja, maar ik laat dat even bij politie en openbaar ministerie. Want zoals u weet vind ik die scheiding ook wel heel belangrijk dat we die in acht nemen. Maar ik vind het gewoon knap van de politie dat ze dat zo snel hebben gedaan. En ik hoop ook dat ze de goede man hebben die hier ongetwijfeld, hoop ik althans, een juridisch gevolg van zal ondervinden. Maar de hoofdredacteur die zegt van ja, het is wel aannemelijk dat het tegen ons gericht is. Die aanname, die deelt u ook? Nou ja, dat is aannemelijk. Tenminste, dat kan ik alleen als een burger van de stad op dit moment zeggen. Ik kan verder geen info. Ik heb uiteraard contact gehad met de hoofdcommissaris hierover. En we moeten even het verdere verloop afwachten. Maar het meest belangrijke vind ik dat de politie gewoon ontzaglijk snel heeft geopereerd. Die man in zijn kraag gevat heeft. En ik hoop dat dat ook vervolgens tot iets leidt. Maar het is wel bijzonder ernstig natuurlijk als het in het bijzonder gericht is op de pers. Nee, natuurlijk. Het is natuurlijk belachelijk en het is ernstig. Want wat voor wapen het precies is geweest, dat weet ik ook nog niet. Het verhaal is een anti-tankwapen. Ik weet niet of dat nou inderdaad klopt, maar hoe dan ook, het is gewoon heel ernstig. En zoals gezegd, zowel het OM, politie, als ook de gemeente en ik in mijn rol als burgemeester neem dit zeer ernstig op. Maar we zien het helaas vaker. U kent ook natuurlijk het verhaal van misdaadverslaggever Paul Vugts van het Parool. Wordt al maanden bedreigd vanuit de onderwereld. Ja, is er toch sprake van een soort van gevaarlijke trend? Nou ja, een vorm van verruwing, maar dat zie je in wezen in de hele samenleving op allerlei fronten. Dat begint al met de manier waarop er op tweets en twitterij en de sociale media, hoe we met elkaar omgaan. Hebben we het hier echt over zware criminelen. Nee, dit is dus. Nou ja, maar het gaat dus. Je ziet iedere keer komt er weer een schepje bovenop. Nou, dit is ja, wat dit voor types zijn. Daar zullen er ook wel meer achter zitten. Vermoed ik, weet ik ook niet. Nou, dat zal allemaal worden uitgezocht. En dat komt aan het licht. En zoals gezegd, ernstig. Ja, wat wel vaak gebeurt in de stad als er panden beschoten worden, is dat ze gesloten worden. Juist ook om de omgeving te beschermen. Gaat u dat in dit geval ook doen? Nou, dat ligt, kijk, dat is altijd. Is het een winkel? Is het een café? Nou, we hebben de beroemde zaak van Suzy Wong gehad, die gelukkig nu weer open is, waar we heel grondig naar hebben gekeken. Maar dit is een geval van een bedrijfspand waar ook de redactie van Panorama in zit. Dat is toch een ander geval. Omwonenden lopen dan minder direct gevaar? Waar, nou ja, ik ken niet exact de situatie. Het is een bedrijfspand. Hè. Er zitten, althans voor zover ik nu weet,
geen mensen bij die daar gewoon wonen. Nee. Het pand was ook... Maar er werken wel mensen in de omgeving natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het wordt dus ook heel serieus genomen. Maar meer daarover kan ik op dit moment... Maar u gaat het nog wel bekijken of u eventueel dat kantoorpand moet gaan sluiten? Nou, dat denk ik niet, want dat doen we echt in die gevallen waarin we weten... er zijn omwonenden, er zijn mensen, het is een gevaar voor de omgeving. En dat is, denk ik, ligt dat hier anders. Maar daar zal ik wel naar kijken, maar het ligt niet zo voor de hand. Okay.